Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de Partij voor de Dieren als politieke partij eigenlijk nooit op mijn netvlies had staan. Ik associeerde de partij met dierenwelzijn, een single issue party. En dat veranderde in 2013. In dat jaar schrok ik me helemaal lam als academicus en als burger van de wijze waarop de politieke elite reageerde op de ontbrande eurocrisis. Soevereiniteitsoverdracht naar Brussel, verlies van begrotingsautonomie. Het parlement stond erbij, keek ernaar en er was eigenlijk niemand die aan de bel trok. Behalve de Partij voor de Dieren. Achter deze glazen puien klopt het hart van het Nederlandse financiële centrum. In 2008 ging het bijna onderuit aan hoogmoed, kortzichtigheid en hebzucht. De belastingbetaler mocht het gelag betalen. En ik ben toen ook verder gaan kijken, gaan verdiepen in het politieke programma van de Partij voor de Dieren. En mij viel toen eigenlijk enorm op dat ze een welbeargumenteerde, goed beredeneerde Europa-paragraaf hadden. Eurosceptisch, maar niet plat en populistisch, maar met goede argumenten. En ik kon me daar volledig achter scharen. Het moet echt anders. We moeten een duurzaam financieel stelsel hebben. Wat erachter schuil gaat, dat is een partij met een heel goed programma. Wat in feite vooral planeetbrede kwesties aanhangig probeert te maken. Wat mij betreft als enige in het Nederlandse parlement. Stem daarom, 15 maart, Partij voor de Dieren. Stem Plan B, want er is geen planeet B.